Boudewijn Bug zei ook dat zodra een schrijver, schrijfster, gelukkig werd, het geluk in de schrijver, schrijfster, zou doodmaken, doodmaakte. Hier ben ik het niet mee eens. Ik voelde mij een korte periode heel erg gelukkig in 1980, 81, daar wil ik vanaf zijn, en schreef toen het gedicht Geluk. Dit ga ik nu proclameren, sorry, voordragen. Zeg ik het goed, proclameren? Voordragen zeg ik dan. Geluk. Het komt opeens als een zonnestraaltje. Juist wanneer je het niet verwacht. En opeens spreek je en versta je het taaltje waarin werkelijk alles en iedereen je toelacht. Dit gedicht over Boudewijn Bug heb ik in 1981 geschreven. Hij was toen nog niet zo bekend, maar wel al mijn grote held. Ik heb hem in 1991 ontmoet, tenminste in de periode van 89, tussen 89 en 91. En toen signeerde hij het boek Titania voor mij. Naar volgens eigen zeggen van Boudewijn Bug sprak je dat uit als Titania, omdat ik dat zo voorlas uit het boek nadat hij voor mij had gesigneerd, stond ik even opzij, ik sloeg het boek open en ik zie het streepje op de eerste i van Titania naar links staan. Dus ik sprak het zo uit hardop voor mezelf, Titania. Hij keek even op van het signeren, Boudewijn Bug, en zei, dat is trouwens de juiste uitspraak. Ja, zei ik, dat zie ik. Lekker. Mijn grootste wens was met hem eens op de foto te gaan, maar dat kan nu niet meer. Dit gedicht schreef ik dus voor hem. Voor Boudewijn. Ik schrijf voor jou nu dit gedicht. Kom, Boudewijn, stil nu mijn liefdesgewicht dat ik voel voor jou. Schat, weet je dat ik van je hou? Kom, Boudewijn, jij schrijft met mij nu samen dit gedicht, want de vaderlijke schepper hiervan ben jij. En hoe valt deze kennis je, zwaar of licht? In ongeveer 1980 begon ik met starten van schrijven van kwatrijnen. Een kwatrijn is een vierregelig gedicht met een moraal. En om nog eens streng voor mezelf te zijn, vond ik dat de titel het gedicht moest completeren. Dat deed ik puur uit strengheid voor mezelf, maar later vond ik dat toch wel erg mooi klinken, zoals het in een gedicht stond met een gecompleteerd met een titel. En dat is dus een kwatrijn. En ik was toen nog streng voor mezelf met meerdere dingen, Ik mocht voor mezelf bijvoorbeeld geen klankrijm gebruiken. Dat vond ik te makkelijk, terwijl anderen dat wel deden. Nu vind ik dat onzin en gebruik volop klankrijm, omdat het juist zelfs heel mooi is. Maar goed, toen deed ik dat dus niet. En in 1981 tot 83 of zo had ik een flink aantal kwatrijnen gemaakt. En ik stuurde ze naar Toon Hermans. Wat schetst mijn verbazing als ik later mijn gedichten kwijt ben, de originele. En ik dacht, en hij schreef een briefje terug op mijn vraag of ik mijn gedichten terug kon krijgen, dat hij ze ook daadwerkelijk terugstuurde. Maar let wel, met perforatiegaatjes aan de linkerkant. Dus hij perforeerde zijn fanmail. Dat was natuurlijk leuk. En dat was ongeveer in 1983. En in 1986 schreef ik hem nog een briefje. Ik was toen zwaar schizofreen
En ik schreef hem dus, ik ben geestelijk ziek en ik ben veel te bang om naar buiten te gaan. En wat je nu in het scherm ziet, dat was zijn antwoord. 17 maart 86 zette hij erboven. Met een punt, hè. Dat deden ze toen nog. Beste Erwina, beterschap, streepje, van ganser harte. En nu de lente komt, puntje, 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 vel naar buiten. Zo lief. En dat was natuurlijk heel lief van Toon Hermans. En dan staat eronder, groetjes Toon Hermans tussen. Het was een kaartje. En bovenaan stond gedrukt in blokletters Toon Hermans. En dat had hij dus een soort volgeschreven. Dat klinkt als een kladje. Maar het was gewoon een leuk briefje. Het is dus ingelijst bij mij. En dat zie je dus. Ja, nou ja, wat kan ik daar nog meer van vertellen? Het was natuurlijk hartstikke leuk dat ik het terugkreeg. De katrijnen had ik inmiddels natuurlijk ook al lang terug geperforeerd en wel. En ik zeg wel, ik kreeg mijn gedichten tenminste terug, maar mensen moeten eigenlijk niet zeggen maar. Nee, het is leuk dat ik ze terug kreeg, niet maar. Want dat zakt het weer af, hè. Nou, oké. Het was hartstikke leuk dat ik de gedichten dus terug kreeg, oftewel de katrijnen. Maar mensen zeggen inderdaad vaak maar dat ga... Dus dat wil ik nu zelf niet doen. Laat ik dat dus niet doen meer. Meer doen. Oké. Toen Albert West nog leefde, stuurde ik eens songteksten naar hem op. Want behalve kwatrijnen schrijven, jingles maken en... Wat was het andere? Nog meer hobby's. Maak ik ook songteksten. Die stuurde ik dus in, wat staat er? 92 denk ik, kan ik niet goed lezen, naar hem op. Ik kreeg antwoord van hem. Bovenaan het briefje wat hij terugschreef stond, staat Rosmalen 29, 10, 92 of 93. Dat kan ik niet goed lezen. Beste Erwina, bedankt voor je brief. Je teksten zal ik aan mijn producer laten lezen. Of hij het kan gebruiken, weet ik niet. Het opsturen van je materiaal is meestal naar een management. Misschien heb je succes. Groetjes, Albert West. En toen dacht ik, hey, opsturen naar een management, dat is dus een waardevolle tip. Want ik had destijds een singeltje van Beep en daar stond op boekingen Rocket Management Vaartweg 168 1217 SZ in Hilversum en ik dacht, hey, dan is dat het werkadres van Peter Hoelewijn, dan kan ik daar mijn lyrics naartoe sturen, arme man. Dus, nou ja, ik stuurde dat op en ik stel dat adres erop en dan Peter Hoelewijn bovenaan ter attentie van Peter Rockertensman, ter attentie van Peter Koelewijn, Vaartweg, bla bla, enzovoort. En dan in de linkerbovenhoek schreef ik persoonlijk. En dan kreeg ik vaak een briefje terug. Dus dan wist ik, de boekingen, dat is het adres van de producer. En daar moet je materiaal naar opsturen, als je aan de top wil komen met je teksten. Dat was het eigenlijk zo'n beetje. Vanaf toen ging ik ook naar management sturen. En nooit meer van gehoord. Gek, hè? Dus daar ging ik weer met mijn teksten. Ditmaal naar het Rocket Management. Even kijken. Maar dat was eigenlijk al eerder. Ik schreef in 1980 of 1981. Het liedje Hondenpoep. Op de wijs van Abbas Waterloo. Ik schreef dus meer de tekst. En nu is het Hondenpoep. Maar toen was het nog oude spelling. Hondenpoep. En daarom staat het hier zo.
Ik heb het zo geschreven en zo had ik het als tekst staan. En ik had geen zin om het opnieuw uit te typen. Lui hè. Maar goed, het is dus nu hondenpoep. En ik heb dat in 81 of zo geschreven. En ik heb het in 84 herschreven. En later heb ik het nog een keer herschreven. Of om het woord teringtroep in de tekst. Want dat kan natuurlijk niet. Kan je niet maken. En toen heb ik dat woord hele vieze gore troep van gemaakt. Of weet ik het. Dat het meer liep. En dat meer liep ook in de melodie. En toen in 84 had ik het dus niet herzien. Nog. En toen heb ik hem in deze versie opgestuurd. Naar Peter Koelewijn. En ja hoor. Ik kreeg antwoord. Beste Erwina. Je overviel mij danig met je hondenpoep. Ik kan daar weinig mee doen. Misschien schrijf je nog andere teksten? Bel me daarover maar eens. Peter Koelewijn. En ja, zit dus wel een beetje met het liedje in mijn maag. Want je kan het moeilijk verkopen aan iemand. De tekst, de rechten. Ik wil het eigenlijk niet. Want als een artiest deze tekst gaat zingen, dan krijgen ze een beetje carnavalesk imago. En daar kom je never niet vanaf. Dus never nooit vanaf. En als het beentje later, dat beentje wat die rechter zou kopen en zou een hitje mee scoren, als die dan later serieuze popmuziek wil maken, dan zitten ze met het imago van carnavalesk. En dan komen ze een popliedje aan. Jij met die rave zangers, genre. Ga maar fietsen. Ja. Ja, sorry. Carnaval zegt mij niets. Zo uitbundig. Ik ben best af en toe een beetje melig. Zonder drank, zonder blow, weet ik veel wat. Dat kan ik best. Maar echt helemaal uitbundig zoals het carnaval gevierd wordt. Dat is niks voor mij. En carnaval is dus niks voor mij. Het genre ook niet qua muziek. En André van Duin is wel te pruimen. En daar doe ik het mee. En de havenzangers gaat me al te ver qua uitbundigheid. Kijk, schunnig, oké, af en toe. Maar ze het ook nog zingen, af en toe. Ik weet niet, het is niet echt zo mijn stijl. En ik wil niemand aan een carnavalist imago helpen die met popliedjes verder wil daarna. Dus ik ga mijn rechten niet verkopen van de teksten. Trouwens, de parodie, de wijs van de parodie. Is niet van mij. Alleen de tekst kan ik dan verkopen. Sowieso wil ik niet op een anders melodie verdienen. Laten we elkaar niet misverstanden. Don't let me misunderstood. Dit was dus het verhaaltje van Peter Koelewijn met zijn antwoord. En dat was natuurlijk Loik. Very Loik. Klaus. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich so, so viele Liebe habe ich für dich. Ich muss dich. Ja, ich muss dich. Ich muss dich.